Onder politiebegeleiding arriveert een groep fietsers aan het museum Guste Smet in Deurle bij Sint Maartenslaten. In het Open Monumentenweekend organiseren de stad Deinze en ook de gemeente Sint Maartenslaten een kunstfietstocht. En die brengt de deelnemers onder andere naar het huis van de Vlaamse expressionist Guste Smet. We staan hier op een van onze plekken, we hebben er een achttal bij elkaar gesprokkeld. We zeggen, het is een heel interessant programma. Het zit heel goed in elkaar. We zitten met kunstenaarswoningen. Maar we komen die kunstenaars op verschillende plekken tegen. Bijvoorbeeld, degene die hier gewoond heeft, die komen we terug tegen op Kerkhof van Deurle, omdat het daar begraven ligt en dergelijke meer. Het is dus een verhaal dat aan elkaar geregen wordt. Logisch, met al die mannen die hier in die regio gewerkt hebben. Guste Smet werd eigenlijk geboren als Gustave de Smet. Is geboren in 1877 in Gent. Leerlingen toerisme van het Erasmus in Deinze geven tekst en uitleg tijdens het bezoek van de groep. De speciale constructie van de woning en de vriendenkring van de schilder komen aan bod. Samen met Constant Permeke en Fries van den Bergen vormde hij eigenlijk de tweede Latemse groep en werden ze ook de drie Vlaamse grote schilders van het Vlaams expressionisme. De laatste jaren van zijn leven moest Guste Smet noodgedwongen doorbrengen in dit huis. Zijn villa aan de Leien moest hij door de crisis in de jaren 30 verkopen en sindsdien leidde hij een sober bestaan. Ook ziet u dat er aan deze muren heel veel aardewerken borden zijn. Dat zijn allemaal borden die hij haalde uit een kunstgalerij in Gent. Al die borden waren ofwel kapot of er was iets mis aan, want er zijn vele ervan zijn geplakt waarvan u het resultaat nog soms wel nog kan zien. En hij ruilde deze kapotte borden voor zijn eigen schilderij. Ja, het is knap om eens de leefwijze te zien van een kunstenaar van 50, 60 jaar geleden, van 100 jaar geleden zelfs. Dus de omstandigheden van de oorlog, het feit dat de mensen moesten België verlaten dan terugkeren, dat is allemaal niet gemakkelijk geweest. Als dat vergelijkt met onze leefomstandigheden, ja, niet te geloven. Ik vind dat wel eens boeiend voor eens te zien wat al de schilders gewoond hebben en hoe dat die leefden eigenlijk. Ik vind wel de moeite weer eens te zien. Het bezoek aan het museum Guste Smet maakt indruk op de fietsers. Voor velen is het een eerste kennismaking met de kunstenaar en de leefwereld van toen. Elke stad of gemeente werkt zelf haar initiatieven uit, maar kan ervoor rekenen op de steun van de provincie. Voor ons als provincie is dat belangrijk, Open Monumentendag. Wij proberen dat te stimuleren. Wij proberen die samenwerking ook te stimuleren. En wij proberen tegelijkertijd ook het niveau op een hoog niveau te brengen. Ik moet zeggen, dat lukt wonderwel. De rol van de provincie situeert zich vooral op voorhand. Het museum Guste Smet is ook buiten Open Monumentendag vrij toegankelijk. En dat elke namiddag, behalve op maandag en dinsdag.